Koos Moerenhout, ik vroeg je vanmorgen, waar ben je blij mee? Is dat een bronzen medaille? Kijk, je hebt een aantal manieren waarop je natuurlijk blij kunt zijn. Je wilt winnen, dat redden we dan net niet. Maar als je dan ziet dat we wel een medaille pakken en ook als ploeg op de afspraak zijn, als land op de afspraak zijn, op het moment dat de koers ontvlamt en dat je met twee renners op 10 mee bent, vervolgens ook... Ook het werk voorafgaand was ook gewoon dik in orde. Renners die echt wel voor elkaar het over hadden. Nou, dat is wat je wil zien. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. En als je dan die eindbalans opmaakt, dan mag je tevreden zijn. Je zei vooraf, ja, we willen eigenlijk niet de koers in handen nemen. Is dat veranderd nadat Bauke Mollema wegviel? Nee, ja, op zich, je hebt niet de instrumenten eigenlijk om überhaupt nog dat te recht te trekken of te communiceren überhaupt. Dat was niet van invloed op het koersverloop. Maar goed, ja, Bauke in vorm en dat is die. Daarmee mis je wel een renner die misschien ook richting die finale had kunnen denken. En ja, hoe meer mannen je daar hebt, hoe sterker je bent natuurlijk. Dus ja, het was wel doodzonde dat hij daar wegviel. Mike Teunissen sprak ik, die had iets aan mixed feelings achteraf. Die zei, we hebben een goede koers gereden, maar... Laporte had wel iets minder wind tegen, doelend op de motards. Ja, dat hebben zij waarschijnlijk beter kunnen beoordelen dan ik. Maar daar moet ik de beelden nog eens echt voor terugkijken om daar een opmerking over te kunnen geven. Hoe sterk was die Laporte eigenlijk? Want toen ze hier aan de onderkant begonnen te sprinten, Wout en Olaf, toen dacht ik nou, Laporte is een muis voor de kat. Ja, kijk, op die kasseienstuk leek het dichtgereden te worden. En uiteindelijk deden ze dat ook. Alleen zowel Wout als Olaf hadden niet meer de power om er nog overheen te komen. Dus Laporte het gewoon goed ingedeeld. En blijkbaar toch nog iets overgehouden voor die laatste 200 meter. Tot slot, wat geef jij de jongens straks mee in de nabespreking? Ja, dat ze trots mogen zijn op de koers die ze hebben gereden. Dat ik dat ook ben en dik tevreden als je ziet dat we... Als land waren we op de afspraak en je trekt voor zo'n kampioenschap een aantal renners bij elkaar die normaliter elkaar tegenstander zijn. En als je dan toch ziet dat groepsgevoel en dat doel daar zo is, dan is dat iets wat ik heel mooi vind om te zien, maar wat ze zelf ook als heel positief mogen ervaren. Dankjewel.